Gisteravond en vannacht hebben wij doorzoekingen gedaan in totaal 17 panden. Daarbij hebben wij ook 10 verdachten aangehouden. En wat is er aangetroffen in de panden? In de panden zijn wapens, munitie en explosieven aangetroffen. En het zijn panden in verschillende provincies. Hoe uitzonderlijk is dat? Het is een onderzoek van een grote schaal. We hebben het in totaal over 4 provincies. Het accent ligt in Noord-Nederland, de 3 noordelijke provincies. Maar het is inderdaad een onderzoek van een grote schaal. Er is ook geschoten vannacht. Kunt u daar meer over vertellen? Ja, bij een aanhouding in Drachten heeft een collega zich genoodzaakt gevoeld om zijn pistool te trekken. En heeft een schot gelost en daarbij is de verdachte gewond geraakt. De verdachte is in niet levensbedreigende toestand naar het ziekenhuis overgebracht. Wat zijn huidige status is, durf ik niet te zeggen. Zijn de verdachten bekenden van de politie? De verdachten zijn bekenden van de politie. Als u zei een grootschalige actie, verwacht u er nog meer mensen op te pakken? Momenteel zijn deze 10 verdachten de verdachten die we op het oog hebben. Het kan natuurlijk altijd zo zijn dat uit rechercheonderzoek en uit de verhoren die wij gaan houden meer verdachten naar voren komen. Deze zullen dan ook aangehouden worden. Hoe lang zijn jullie al bezig met deze actie? Dit onderzoek loopt al geruime tijd, minstens enkele maanden. En Defensie is ook ingeschakeld. Waarom is dat? Defensie heeft een specialistisch team dat goed is in het doorzoeken van kleine ruimtes. Dus wij hebben hen ingeschakeld op een paar belangrijke locaties om de kleine ruimtes goed te kunnen doorzoeken.